Een van de centrale thema's van uw boek is dat de gematigde islam niet bestaat. Zeg ik goed, hè? Ja, nou, bestaat, boek, en, de, ja, nee, er zijn andere thema's, maar dat is een van de belangrijke thema's. Ja. De gematigde moslim bestaat hier wel? Ja, die zijn er bij bosjes. Die lopen overal over straat, zeker in deze stad. Maar dat weet u niet zeker, want u weet niet of ze takia plegen. Nee, maar dat weet je van geen enkel mens wat zijn intenties zijn. Ja, maar over die andere mensen zegt u het niet. Want stel je voor, ik heb vrienden die aan de Ramadan doen. Jongens die Mohammed heten en wel of geen moderne baard hebben. Dus als ze één van die elementen van een islamitisch geen alcohol drinken of Ramadan doen... is al reden om zo iemand met heel veel wantrouwen te bejegenen. Nee, nogmaals, ik vertrouw moslims niet meer of minder dan andere mensen. Maar u spreekt u zelf gewoon tegen, want die andere mensen geeft u geen naam. En de moslims die eventueel wel of niet te vertrouwen zijn, geeft u wel een naam. Ja, maar je moet open oog hebben voor de islamitische ideologie. En dan maakt dit een zijhet, maar wel een onderdeel van. Weet u waar ik zo bang voor ben? Dat het zelfvervulling prophecy gaat worden als u zo doorgaat. In welke zin? Je maakt mensen wakker. Wat is dit voor... Ik heb voor u heb ik me nooit met de islam bezig gehouden. Grappig, hè? En nu moet ik zo vaak een weerwoord geven dat ik de Koran maar moet gaan lezen. Dat ik met heel veel moslims praat. Ik ben zelfs een protestmoslima geworden. Terwijl ik ageerde als Turkse uit een seculiere staat tegen de hoofddoek. Ageerde tegen alles wat met de islam te maken heeft. Als dat mijn ontwikkeling als vrouw enzovoort steeg. Ik ben een protestmoslima gewoon aan het worden dankzij u, door u. Ja. Alle mensen die in het Westen wonen. Die houden van het Westen en van de westerse idealen en levenswijze. Gros gemeente wel. Je hoeft er absoluut geen twijfel over te hebben, echt niet. Anders hadden ze echt wel teruggekeerd. Maar als het waar is, die meeste gematigde moslims, en die bestaan wel... die worden bang, zelfs ook van uw uitspraak, stel dat het gebeurt, die zijn er ook tegen. Dus ik heb eigenlijk een tip voor u. Ik doe een handreiking. Als u nou juist die mensen naast u probeert te krijgen... om tegen die angst van islamovername van het Westen tegen te gaan. U heeft die bondgenoten nodig. Ik zou ze eerder naast me nemen. Dat met z'n allen tegen die extreme overname van een aantal fanatici... dan heeft u miljoenen islamieten waar u zo bang voor bent... eigenlijk naast u in uw beweging. Doet u een handreiking om met Rutte te spreken? Ja. Oh, dus hier is een handreiking. Wat vindt u van het idee? Moet ik even naar het gedoogakkoord kijken. die handreiking die nemen wij in zekere zin aan. Want wat ik zeg, wij geloven wel degelijk dat er gematigde moslims zijn. Er zijn er heel veel van. Maar de islam as such, als een ideologie... Maar u pest hun. U maakt het leven zuur van zoveel mensen dat u het niet eens beseft. Dat er PVV gestemd wordt waar moeilijkheden zijn, dat kan ik begrijpen. Maar dat er PVV wordt gestemd waar ze niet eens één allochtoon in hun leven tegenkomen... dat is toch onbegrijpelijk? Dat heeft toch met angst te maken? Heeft u nooit schuldgevoel jegens de angst die u al die Nederlanders aanpraat? Want daar maak ik me ook zorgen om. Nee, ik heb nooit schuldgevoel, nee. Nee, ik vind het belangrijk om dat we ons verzetten tegen de islam en de islamisering.